We gaan leren wat een decimeter is. En dat schrijf je als dm. We weten dat een grote stap is een meter en een meter is 100 centimeter. Een nagel is 1 centimeter breed. Als we wat beter naar de bordlineaal van een meter kijken, zien we 10 grote stukken. En bij het eerste grote stuk zie je dat dat uit... 10 centimeter bestaat. Zo'n stuk noemen we een decimeter. En je ziet op de hele bordliniaal, op de hele meter, 10 van die stukken. Een meter is dus 10 decimeter. Hoe groot is 1 decimeter? Ongeveer zo groot als een lijmstift. Ik zal het laten zien. Ik leg er deze liniaal langs. Ongeveer 10 centimeter. Wat weten we? Een grote stap is een meter. Een lijmstift is een decimeter. En een nagel is een centimeter. Maar dat is niet alles. We weten nog meer. Een meter bestaat uit 10 decimeter of 100 centimeter. En een decimeter Bestaat uit 10 centimeter. Ging het te snel? Bekijk het filmpje gerust nog een keer.